Ja, de werf staat er mooi bij. Je kan vandaag echt al zien waar het gebouw voor staat, wat de verschillende faciliteiten zijn en hoe dat die met elkaar verhouding hebben. Dus het is altijd leuk, het is altijd mooi als we dat kunnen presenteren, als we eens kunnen rondgaan met de burgemeester, met de schepenen. En als we dan ook nog eens enthousiaste reacties ontvangen, dan is dat natuurlijk fantastisch. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, de korte tijd relatief tussen de eerste spade en wat we vandaag zien, dat is indrukwekkend. En je kijkt al uit naar het resultaat, je begint eigenlijk het potentieel te zien en dan kan je niet wachten tot de opening. Ja, ik mag echt wel zeggen dat je vandaag staat te blinken van trots. Hè. Dat is waanzin dat je zo'n project van die bij even mocht komen bekijken al in avant-première, maar het is echt de moeite. Ja, om het in clichés te blijven zeggen, het neusje van de zalm van de accommodatie dat we hier nu krijgen. Een paradepaardje voor de stad. Het is het zwembad van de toekomst. Dus enerzijds krijgen we een verhaal waarbij dat het gebouw echt geïntegreerd wordt in de omgeving. In de groene omgeving van het sportpark hier. Anderzijds wordt er ook wel gedacht aan nieuwe technieken. We gaan kloorarm de waterbehandeling voorzien. We gaan allerlei technieken gebruiken die toch wel future-proof zijn, die op een bepaalde manier met die toekomst omgaan, die die toekomst omarmen en die een voorbeeld zullen zijn van de zwembaden die vanaf nu gebouwd zullen worden. Ja, voor onze aannemingen is dat natuurlijk niet eenvoudig geweest. Hè. Die mensen hebben de uitdagingen gehad waar ook heel de wereld is doorgegaan. Hier op een werf heeft dat toch ook wel voor wat uitdagingen gezorgd. Denk maar aan een gezonde en ook veilige manier te werken. Dus uiteraard heeft dat een impact naar rendement. We zien vandaag dat daar een enorme inhaalbeweging wordt ingezet. We zien dat mensen enorm hun best doen om te halen wat wij beloofd hebben. En ik heb er heel veel vertrouwen in dat die inhaalbeweging ook tot resultaat zal leiden en dat we hier binnen de gestelde termijn zullen kunnen sporten. Wel, ik ben ongelooflijk blij dat we samen met Sportoase dit project hebben kunnen realiseren. En dat we eigenlijk de infrastructuur die hier was kunnen vervangen door de allerbeste die je in Vlaanderen gaat vinden.